Welkom terug, dames en heren, bij game nummer 2 tussen Recoom en Zoran uit groep 16. Zoran verloor zojuist de eerste game en we zien nu dat hij voor de tweede game als map Cloud Kingdom gekozen heeft. We starten de replay in 3, 2, 1 en go. Oké, Albert, Cloud Kingdom ZVT, wat gaan we zien? Ja, ik heb geen idee. Het was ontzettend goed gespeeld van Raccoon Sonnet. En ja, gewoon eerst die opening met de Hellions, die zorgde dat de Manor. Het zijn zulke aardige spelers erbij in deze league, Funk. Ja, mijn boiler is kapot, dus ik zit hier met min 2 in mijn kamer, maar hier word ik toch wel warm van. Ja, dat is mooi. Ik heb net een raampje opengezet, omdat ik het hier zo warm heb. Oh, luxury. Luxury. Ja, en dat in april. Kan je nagaan. Ja. Alright. Maar Frank. We zagen natuurlijk een hele sterke opening van Raccoon met die Hellions. Die zorgde dat er geen creep spread, geen derde basis kon komen. Gevolgd door een hele sterke follow-up met tanks en met marines. Ja. En Zoran had daar gewoon niet een antwoord voor. Zijn Utahs werden heel snel neergehaald door marines. Zijn banelings konden net niet goed connecten. En dan wordt het heel erg moeilijk voor een Zerg als je hatcheries worden gesniped om nog terug te komen. Ja. Nee, precies. Dat zagen we heel op. En het is in deze map zijn er geen destructible rocks in de third. Dus het is voor Zerg wat dat betreft iets makkelijker om de derde basis te pakken. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor Terran. Al hebben die in de regel wat minder moeite met het vernietigen van die rocks. En willen ze vaak wat minder snel een derde hebben als dat de Zerg dat wil. Maar goed, we zullen zien hoe dit potje zich ontwikkelt. De Scouting Pro voor Recoom, Scouting SCV voor Recoom heeft zich nu een weg gebaand naar Zoran's basis. Hij ziet dat er niet nu al een expansion ligt, dus geen... Zoran... Ja, die wilde je gaan zetten en die gaat hij proberen te blokkeren natuurlijk. Ja. Dat is ontzettend slim. Wie gaat deze strijd winnen? Oh, Engineering Bay! Ontzettend mooi spel. Hij kan nu gewoon deze laten staan en weglopen. En het duurt een eeuw voordat deze Engineering Bay kapot is. Ja, hoe lang zagen we dat die SCV bezig was met bouwen? Dat was een seconde of 4-5 of zo. En we zien al dat er 250 hitpoints daar staan. Die eerst door die drones weggeknald moeten worden. Voordat er een hatchery gebouwd kan worden. En ondertussen bouwt Zoran maar gewoon een pool. Dat zie je snel, zeg maar, dat je dan maar kiest voor een pool. Je kan ook kiezen voor een expansion op die plaats van de derde. Maar dat is toch meestal echt wel heel erg onveilig, zeg maar. Tegen Protoss is dat makkelijker te houden dan tegen Terran. Vanwege die Hellions. Ja, precies. Ja, inderdaad, die Hellions die sneaken overal tussen. En die derde basis hier voor Zerg, überhaupt de derde basis, is aan zoveel kanten open. Dat je als Zerg onmogelijk een soort wall in kan maken, zoals Zoran dat deed in zijn natural op het vorige map. Ja, dat een hele goede wall in was. Nou, je kan ervoor kiezen om voor roaches te gaan, maar als je voor roaches gaat, dan zorg je wel dat je heel erg veel van je tech, dat je die gaat vertragen. Mm-hmm. Zeg maar latere layer, latere upgrades, alles gaat dan een stuk trager. Ja. Dus het is wel verstandig om gewoon deze bij je natural te pakken, die basis. We zien de barracks van Recoom even verplaatsen, want hij had geen plek om daar een reactor neer te gooien. En ik denk dat we, omdat hij ook een factory aan het maken is, weer reactor Hellions gaan zien. Why change a winning team, hè? Of the winning formula, of hoe zullen we het ook noemen? Ja, gewoon iets wat wint, Frank. Yeah. Waarom iets veranderen als het werkt? Ja, dat is waar. Wat is de Nederlandse uitdrukking? Ik heb geen idee. Let us know in the comments. Wat de uitdrukking is. Hey, heb je trouwens, wil je weten hoe het eigenlijk met de NSSL gaat als geheel, zeg maar, als toernooi? Nee, ik heb echt geen interesse. Geen interesse, nee. Zullen we weer terug gaan naar de game? Oké, weet je wat? Vertel me even. Nou, het is, er worden nu allerlei games gespeeld. In deze week meer dan ooit, heb ik ontvangen qua resultaten. Maar ja, zoals je misschien weet, is er met 72 spelers, zijn er 128 best of threes te spelen in zo'n groepsfase met 8 groepen. Zeg ik, 16 groepen. En van die 128 zijn er tot op heden ietsje meer dan de helft gespeeld. En we hebben nog maar 5 hele dagen te gaan voordat de deadline voor de eerste groepsronde is. Dus ik hoop eigenlijk de komende dagen heel veel resultaten te ontvangen. Nou ja, zo doe ik het op school ook altijd. Gewoon wachten tot de laatste dag en dan gewoon alle games in één keer spelen. Ja, ik hoop dat dat doorgaat. Je merkt wel dat dan kunnen we natuurlijk niet allemaal casten als ze allemaal opeens tegelijk komen. Maar goed, we hebben al een behoorlijk aantal van de games gecast. Veel meer dan ik had gedacht dat we zouden kunnen gaan casten. Met name door de hulp van mensen zoals jij, Albert, en Ranasha, en
en Tom. Shinobu, Starcraft. Precies, ja. En, dus daar hebben we een heleboel. En die helpen allemaal met spannende games voor jullie. Die helpen allemaal met bij het voorschotelen van spannende games. Mocht je overigens een game willen zien die niet gecast is, kun je op de website ook van elke game de replays downloaden. Dus mocht jij denken, nou, ik wil deze persoon bestuderen, bijvoorbeeld omdat je tegen hem moet spelen, dan kun je de replays downloaden en ook eens kijken wat zijn speelstijl is als de game niet gecast is. Ja, misschien is dat ook wel een strategie van mensen, dat ze denken, nou, weet je wat, ik wacht gewoon met het spelen van mijn games tot de laatste week, want dan zien andere mensen niet, kunnen de replays nog niet bekijken. Ja. En dan doe ik ze allemaal achter elkaar. En dan kan ik mijn special tactics, zoals Whiteout het zegt, kan ik dan gewoon volledig ongescout kan ik die gaan doen. Ja, hey, we zien ook weer dat Zoran toch even een soort wall afgaat hier met een hatchery dit keer. Die wordt wel beschoten door wat Hellions, maar we zien dat zelfs na minutenlang schieten die hatchery nog niet eens een derde van zijn leven kwijt is. Ja, het is wel grappig dat hij nu kiest inderdaad voor een hatchery in plaats van Evolution Chamber. Hij heeft zelfs geen Evolution Chamber. Wat wel opvallend is, want hij heeft ook volgens mij, ik weet niet hoeveel die heeft gescout, maar het komt wel eens voor dat er Hellions of Banshees aankomen na de Hellion opening. Precies, en wat scouting betreft heeft Zora nog helemaal niets gezien behalve die ene factory. Ook nog geen expansion of zo. En dat is inmiddels toch allemaal lang en breed een voldongen feit. Ja, hij heeft wel gezien dat die expansion er aankwam, dus dat betekent wel wat. Dat betekent waarschijnlijk dat er inderdaad geen Banshees meteen daarna komen. Maar nu worden die Hellions worden nu toch bijna gepakt allemaal door de Queens. Hey, dit is wel interessant, Albert. Je had het net over dat er geen Evolution Chamber, maar een Hatchery staat om die choke te maken. Weet je wat die Hatchery doet anders dan een Evolution Chamber? Er komen larven uit en zo. Maar wat hij ook doet, is creep verspreiden. Dat is inderdaad slim, Frank. Ja, inderdaad. Dus dan verspreid je je creep automatisch op een organische manier. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je creep tumors gaan. Dat is slim bedacht, Frank. Nou ja, misschien heeft Zoran het wel slim bedacht. Want waarschijnlijk, want hij dacht, ja, als ik die Hellions zou staan, kan ik niet met creep tumors werken. Nou, als ik dan een beetje creep van mijn hatchery heb, dan kunnen mijn queens wat makkelijker in de buurt van de Hellions komen. En dan jaagt ze zo weg. En weg zijn ze. Je ziet ook dat Zoran ondertussen ontzettend veel larven heeft. Hij heeft er 25, Frank. Wauw. Je voorstellen zich. Dus hij kan ook heel snel heel veel units maken. Hij heeft heel erg veel geld, dus hij zou het best wel kunnen doen. En de Surround of the Hellions. Ja, inderdaad. Ja. De Surround of the Hellions, die gaan er allemaal aan. Ja, nou, je zegt, hij heeft heel veel larven, en dat klopt, maar hij heeft ook heel veel geld, en er loopt flink achter in supply, dus je zou kunnen zeggen, nou ja, had het dan nu alvast in drones gestopt, of in extra units om mee aan te vallen? Oh, Frank, ik wil alleen maar even zeggen dat je even moet kijken naar de Spire, want die is straks klaar. Ah. En ik denk dat al dat geld een goed doel gaat krijgen. Je hebt dat heel goed gespot. Hij heeft mooi netjes opgespaard, en zodra die Spire klaar is, en dat is nu, heeft hij geld voor 7 of bijna 8 Mutalisks. Als we naar de productietab kijken, zien we Banelings eraan komen. Ja, dat had ik ook niet verwacht, Frank. Inderdaad, Banelings. Ja, wat de voor Banelings? Spannend. Wat de voor Banelings. Ja, die spannen ook hier een beetje midden in de map. Een beetje eigenaardige positie. Hier komt trouwens de push van Raccoon. En er worden nu nog steeds heel veel drones gemaakt. Ik weet niet of Zoran genoeg heeft op dit moment. Ja, komen de 7 Mutas. Ja, maar 7 Mutas tegen deze berg Marines. Ja, daar moet je toch wel wat Banelings bij hebben. Nou, laat ik die nou net hebben. Dus dat zit wel goed. Ja, maar de Banelings hebben nog geen speed, dus die zijn nog wel ontzettend langzaam. Ja, en wat je ook ziet, hè, die choke die hier gecreëerd wordt door die destructible rocks op die ramp die naar de natural leidt, die werkt zo in het voordeel van de Terran. Want de Zerg kan daar geen surround krijgen. Als de Zerg de Terran tot onderaan die choke laat voortlopen, en de tanks komen er onderaan die destructible rocks te staan, dan werken die rocks gewoon als een barrière, als een schild voor die Terran. Ja. Ja, dus, maar hij kan ze natuurlijk wel van achter nog gaan aanvallen. Ja. Oh, deze Marines moeten wel uitkijken, inderdaad. Ze moeten wel uitkijken dat ze niet een surround krijgen, want dan zijn die Marines in één keer allemaal dood. Ja, die paar Benelings. Hij loopt een beetje heen en weer. En het voordeel wel van Zoran is dat hij zijn creep zo ontzettend ver heeft verspreid. Dus hij heeft deze push al lang zien komen. Hij kan ook makkelijk zien waar het leger van zijn tegenstander is. Nu worden wat creep tumors opgeruimd door de tanks. Er komen wat extra medevacs bij nou, maar ze zullen ook met 3 medevacs. Nou ja, oké, met 3 heb je kun wel redelijk wat aan, maar tot op heden was er maar 1 medevac en dan... Deze push doet wel ontzettend veel denken aan de vorige push, dus
Ja. Van het vorige potje, Frank. En wat we ook weer zien is dat die Muras die Zoran heeft gemaakt, gewoon dienst moeten doen als verdediging. Wat ze in feite gewoon, ja, af en toe, misschien kunnen ze een tank afpikken. Maar je, wat je met die Muras wil doen is harassen. Die Muras zijn niet bedoeld voor directe confrontaties. Ze zijn bedoeld om sneaky, om te harassen van achter de main basis van je tegenstander, SCV-lines te targeten. Oh, en we zien een counter-attack van Zoran en Berg. Zerglings rent de map over. Gaat dat lukken? Nou, hij heeft niet heel veel verdediging staan hier. Normaal gesproken gaat Terran toch wel snel een beetje offwallen. Hoppa. Dit zou best wel effectief kunnen zijn, Frank. Ja, zeker weten. De tank en waarschijnlijk een boel SCV's zullen hier de dupe van worden. Maar we zien inmiddels dat de push van Recon op de front gewoon doorgaat. En de Banelings rennen nu op de Marines af. Ze hebben speed! Oh, massive Baneling hits! Maar wel gewoon een goede split ook wel van Raccoon. Ik bedoel, hij is wel de basis ingekomen. Ja, maar hij heeft nog twee Marines over en hij gaat zijn hele push verliezen. En ondertussen is zijn natural is volledig geransacked. Als we kijken, 18 SCV's is hij daar verloren. Ja, en hij heeft niks om er tegen te gaan. Er staat nu inderdaad een tank op de high ground, die wel wat gaat betekenen. Maar ja, zolang die supply depot nog maar beneden is. GG. GG't inderdaad. Ja. Je ziet, tegen zo'n stroom van units van Zerg doe je dan niks meer. Nu had Zoran ook de mogelijkheid om met die Muras van alle kanten te harassen. En we zagen nog niet... Oh, nou, er waren wel missile turrets, maar... Nee, Recon weet dat hij van deze achterstand niet terug kan komen. GG, dat betekent dat het nu 1-1 is in de serie. Super spannend. Heel erg spannend, Frank. Die counteraanval. Die counteraanval, Frank. Dit heeft het hele potje totaal op zijn kop nu staan. Ja, want ten eerste ben je natuurlijk dan je SCV's kwijt als terrein. En ten tweede ben je zo druk met twee kanten opkijken dat ook je main push aanmerkelijk binnensterk wordt. Precies, en dan komen die Banelings binnenrollen. De Banelings! Dan is het lastig. Alright. We gaan naar de beslissende game. Recon mag de map kiezen. We zullen zo meteen zien welke het geworden is.